Dames en heren, mijn naam is Onkel Omar. We zijn hier bij een weging van Enfusion. Kickboxgevechten zijn verdeeld in verschillende gewichtsklassen. Eén dag voor het gevecht gaat plaatsvinden, wordt er gecheckt of de kickboxers passen binnen hun gewichtsklasse. Vandaag wordt er weer gewogen en wij gaan gewoon even kijken hoe dat precies gaat. We gaan beginnen met wegen. De Typhoon Oskan en Andy Semeleer. Andy Semeleer, 71,6. Waarom zijn die gewichtsklassen er? Tuurlijk, het is in ieder geval belangrijk dat een eerlijke tegenstander tegenover hem krijgt die ongeveer hetzelfde weegt. Kijk, als iemand van 60 tegen iemand van 80 kilo moet gaan vechten, dan weet je bij voorbaat alles sowieso niet eerlijk. Typhoon Oskan, 71,8. 68,3. Ubona, 79,7. Hoe zorg je ervoor dat je op gewicht blijft? Zes weken van tevoren bouw je het straks naar beneden. Even een saunaatje pakken. Als je gewoon goed dieet en zout laat liggen, hou je nog een kilootje over meestal. En dan doe je dan gewoon in de sauna zitten een kwartiertje en dan is het eraf. Ik ben zwaargewicht, dus gewicht is bij mij geen probleem. Nee? Dus ik kijk er nooit echt naar. Wat moet je minimaal zijn? Minimaal 95 kilo. En je weegt? Ik was 110. Het is gewoon eten voor mij, man. Kijk, mocht iemand te zwaar zijn en hebben ze afgetraind, maar nog steeds niet het gewicht gehaald, dan gaan we altijd in overleg met de trainer van de tegenpartij. Als die dat goed vindt, gaat de partij door. Als het een titelpartij betreft, dan moet het beide een maximale gewicht hebben. Anders kan het geen titelpartij zijn. Lovego, 67,6. Kilo te zwaar, moet een kilo af. Ja, kilootjes is zo af. Altijd voorbereid. 10 minuutjes, meen niet. Ik was 600 gram te zwaar. Oké, mijn fout. Heb ik afgesprongen zoals jullie hebben gezien. Ik weeg nu 67 kilo. Punt, precies. Maar klaar kan het beginnen toch? Stel je bent klaar met het gevecht, je mag weer alles eten wat je wil. Wat doe je dan? Ik denk gelijk naar de McDonald's. Sorry, ik ben meer van de zure wijngams. Toch wel een hamburgertje of iets, dat vind ik toch wel heel lekker. Het hele rijtje, man. KFC, Mackie, alles. Pizza, hamburgers, ik mis allemaal. Meestal wel iets vettigs gewoon, om het toch even te vieren. Omdat het kan weer. Juist, gewoon omdat het kan. Toffer. Succes, man.